In deze video gaan we kijken naar de rol van moderne propaganda en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie. En we zullen vooral gaan kijken hoe staten die moderne propaganda en communicatiemiddelen in gaan zetten. Dit is dus vooral een politiek iets. Eerst wil ik met jullie even een stapje terug in de tijd. Ik wil nog gaan kijken naar dit schilderij dat we hier zien. Een schilderij uit de noordelijke Nederlanden uit de 17e eeuw ergens. We zien hier opnieuw weer iets wat we al eerder gezien hebben in tijdvak 5. Die strijd tussen die katholieken die daar links staan en die protestanten in het zwart daar rechts. En de boodschap van deze schilder is duidelijk. De Bijbel die rechts in de weegschaal ligt, die weegt veel zwaarder dan al die katholieke voorwerpen die links in de weegschaal liggen. Oftewel, de Bijbel is belangrijker, de protestanten hebben gelijk. Als je het verwarrend vindt dat ik ineens terugga vanuit tijdvak 9 naar de 17e eeuw, dan pak ik nu wel even iets uit tijdvak 9 zelf. Een oproep tot de spoorwegstaking in 1903. Gans het raderwerk staat stil als uw machtige arm het wil. Oftewel, spoorwegpersoneel, leg je werk neer, ga staken en er zal geen trein meer rijden. Wat de bazen er ook aan proberen te doen. Nou, waarom haal ik deze twee zaken naar voren? Waarom iets uit die 17e eeuw? Waarom iets uit het begin van de 20e eeuw? Omdat dit schilderij en de afbeelding die we daar rechts zien, dat zijn allebei voorbeelden van propaganda. En propaganda is een woord wat nou al een paar keer gevallen is bij eerdere kenmerkende aspecten. Nu gaan we eens even kijken wat daar precies mee bedoeld wordt. Propaganda is het beïnvloeden van de mening van een grote groep mensen om aanhangers te winnen voor bepaalde, vooral politieke, ideeën. Eigenlijk heel simpel gezegd, reclame maken dus voor bepaalde politieke ideeën. Je zou die mening wel van de daken willen schreeuwen om mensen ervan te overtuigen dat dat de juiste mening is, dat ze dat idee ook gaan aanhangen. En propaganda is in principe van alle tijden, zoals we bijvoorbeeld door dat schilderij uit de 17e eeuw zien, maar we zagen het ook al in de Griekse of in de Romeinse tijd voorbij komen. Maar zeker in die 20e eeuw wordt er steeds meer gebruik gemaakt van propaganda. En daarom is het goed om even stil te staan bij hoe propaganda precies werkt. Nou, in principe kan propaganda twee richtingen uitgaan. Een positieve en een negatieve kant. Je kunt, als je naar de positieve kant gaat kijken, je eigen kracht of je eigen ideeën benadrukken, hoe goed dat die wel niet zijn. Zoals je hier bijvoorbeeld ziet, dit is een poster uit de Eerste Wereldoorlog. Een Engelse poster, uitgegeven door de Engelse regering. Your country's call, het land roept je op. Isn't this worth fighting for? Enlist now. Oftewel, is dit prachtige land dat je hier ziet, is dat niet waard om voor te vechten? Kijk eens hoe mooi Engeland is, dus geef je nu op voor het leger. Hier wordt dus duidelijk gemaakt hoe mooi Engeland is, hoe goed Engeland is en dat het waard is om voor Engeland te vechten. Aan de andere kant dus de negatieve kant van propaganda. Als je eigen kracht kunt benadrukken, dan kun je ook de zwakte of de slechte kanten van je tegenstanders of andersdenkende benadrukken. Dat je daar de aandacht aan besteedt. Weer een Engelse poster uit de Eerste Wereldoorlog. Will you fight now or wait for this? En this wordt dan nog even extra dik gedrukt, want het tafereel dat we eronder zien is een tafereel waarbij Duitse soldaten, te herkennen aan de punten op hun helm, onschuldige burgers bedreigen. En dit is een boodschap die de Engelse regering ook graag aan een bevolking wilde meegeven. Hey, we moeten wel vechten nu tijdens die Eerste Wereldoorlog, want die Duitsers dat zijn rotzakken, die zijn gevaarlijk, die moeten we aanpakken. Dus hier willen ze de slechte kanten van de tegenstander benadrukken, om zo de bevolking achter zich te krijgen. Dus dat is hoe propaganda werkt. Je kunt zeggen hoe goed je zelf bent, of hoe slecht de ander is. En in die 20e eeuw dus wordt er steeds meer gebruik gemaakt van propaganda. Dat komt omdat er nieuwe communicatiemiddelen komen. Tot nu toe zagen we eigenlijk twee communicatiemiddelen in deze video, dat schilderij en die posters. Maar in die industriële samenleving wordt er allerlei nieuwe uitvindingen gedaan, zoals bijvoorbeeld de radio en later ook de film. En daarmee wordt het mogelijk om een groot publiek op een andere manier te bereiken. En zo hebben regeringen dus nog meer middelen in handen om de bevolking te overtuigen van hun ideeën. En dat zagen we dus bijvoorbeeld tijdens de Eerste Wereldoorlog gebeuren, maar dat zagen we ook zeker gebeuren in die totalitaire staten zoals het fascistisch Italië van Mussolini, of de communistische Sovjet-Unie, of het nazi-Duitsland van Hitler. En die totalitaire systemen probeerden de mening van de bevolking ook te beïnvloeden door de oprichting van zogenaamde massa-organisaties. En massaorganisatie is een enorm grote vereniging waar mensen bij elkaar kwamen om bepaalde zaken te doen. Maar ondertussen waren altijd de ideeën van de staat erbij aanwezig. In de Sovjet-Unie moet je dan denken aan de Komsomol, een jeugdbeweging waar jongeren samenkwamen
om te debatteren of om te sporten of om samen te werken. En in Nazi-Duitsland moet je dan denken aan de Hitlerjugend. Een soort scouting voor de Duitse jeugd, maar dan wel volledig doordrongen van die idealen van het nazisme.